Ah, de mooie. Wouters was daar al vertrokken, maar de paas is onderschept. En dan is er ruimte. En dan zou je moeten scoren, Haller. Maar Fase weet dat te voorkomen. Het is de beste mogelijkheid voor Ajax in de 10e minuut. Hij was in de buurt, Haller. En had zijn club een groot plezier kunnen doen. Maar Fase was er razendsnel bij, dat is waar. Alvarez. En nu? Nu komen de lastigere meters. Anthony, dat doet hij goed. Masraoui vrijgespeeld. Voorzet laag en hard. En die wordt binnengewerkt. Nee! Ja, Tadic. Blind. Ja, door wordt er gezegd, maar hoe dat moet. Nou ja, zo. En dan is hij binnen. Dan heeft Ajax de voorsprong. Waar Lindhout zegt, speel door. Heeft Ajax in de 17e minuut de voorsprong te pakken. En is Haller de maker. Ban gebroken, want dat zal toch een beetje in je achterhoofd zitten. Hier stuurt Tadic Blind weg. En dan lijkt het gedaan. Blind gaat neer. Door, horen we Lindhout zeggen. En dan vraag je je af van, ja, hoezo? Nou ja, dan krijgt Blind de bal weer terug bij Tadic. Zo dus door. Zo er al sprake was van een overtreding, maar toch. Het pakt allemaal fijn uit. Voor Ajax, niet voor RKC. Anthony. Veel bij hem vandaan. En het is allemaal heel begrijpelijk. Blind. Masraoui doorgelopen. Ja, bal daar neergelegd door Berghuis. Anthony. Blind. Bal kist af. En dan Kramer. Ja, die probeert daar wat uit te halen. Maar dat gebeurt niet. Anthony. Het is al de tweede keer dat Kramer probeert daar in een duel dat uiteindelijk verloren wordt. Toch nog even naar de scheids kijken van zit hier niet wat voor mij in. Wordt door Lindhout niet gehonoreerd tot nu toe. Touba. Wouters. En nog een keer Touba. Ik kies nu voor de bal binnendoor, Bakari en weer Touba. Dat is goed. En dan zelf gepunterd in de handen van Pasveer. Dat is goed gedaan. Geen buitenspel voor Tadic. Moet Anthony nu wachten of doet Tadic het zelf? Ja. Tadic stuit op Fase en blesseert zich. Daar had Ajax meer uit moeten halen. Het kan blijkbaar gewoon verder. En dus is het nog altijd maar 0-1 en wordt RKC zo nu en dan wat brutaler. Zo bijvoorbeeld. En dat is een uitstekende redding van Pasveer. Zo! Dan kom je een keer, maar dan ben je er ook. Kramer, dichtbij zijn zesde. Pasveer toont zich een uitstekend doelman. Nou, drie, kopbal op zichzelf. En nu een wippertje langs Wouters. Ja, dat lukt ook. Nou, en ook voorbij de doelman. En wie gaat het dan afronden? Ja, dan is het buitenspel. Wat een mooie bewegingen van Anthony. Alsof hij helemaal in zijn eentje staat te piloten. Hier heeft hij al een kopbal op zichzelf gepleegd. Hier het wippertje naar zichzelf toe. Dan voorbij Wouters en hier deze doelman weg.
Anita Odgaard. Odgaard met Alvarez. En hij is Alvarez kwijt. En dan kan Odgaard gevaarlijk worden, maar dat doet hij niet. Hij schuift die bal in het zijne tweede moment voor RKC. Gravenberg. Tadić wacht en dan geeft hij hem af. Ja, deze is keurig uitgespeeld voor Ajax. Van heel dichtbij, niet te missen. Goeie acties daar van Tadić en Blind. En Berghuis mag van dichtbij de score verdubbelen. Augustijns. Ja, dat is goed gevoetbald van RKC, want ze stonden er aardig vast aan de zijkant, maar kunnen hier toch verder. Meulensteen met de nodige ruimte. En dat is een goede bal. Oh, nog net goed verdedigd door Martinez. Want daar loerde Kramer. Uitstekende ingreep van de verdediger van Ajax, want de Kramer was al van plan de hoek te kiezen. De hoekschop voor RKC. Waar van dichtbij de bal behoorlijk hoog wordt overgeschoten. Snel gegeven, Anthony, geen buitenspel. Dan is het 3-0 voor Ajax. Vlag blijft omlaag. Er zal natuurlijk naar gekeken worden. Snelle spelonderbreking weer van Ajax aan Berghuis die Anthony ziet. En hij vlagt niet. En daar heeft hij, nou, daar zal naar gekeken worden. Dan kan hij afgekeurd worden en dat wordt hij. Dan is het blijkbaar dus buitenspel. Hier het bewijs. Dat is een goede bal van Martinez. En dan uit de rebound wordt het hier uiteindelijk dan 0-3. Ja, zeker. Uiteindelijk wel. En deze zal toch wel tellen. Weer Berghuis. Het begint bij Martinez van achteruit. Berghuis met zijn tweede van vandaag. En zijn vijfde in totaal. Alvarez. Blind. Haller. Hard zat. Blind. De bal die daar afdraait, opgevangen wordt door Mazraoui. Die zal wel zin hebben om te schieten. Nou, er staan er veel mensen. Het schot was veelbelovend, maar kwam niet ver. Neres bij de tweede paal. De bal daar binnengewerkt uiteindelijk. Ja, binnengewerkt is 0-4. En dan is het uiteindelijk toch een simpel doelpunt voor Timber. Kan hem aannemen, kan hem iets laten wegdraaien. En dan zo spelen dat de fase de verkeerde kant op wordt gestuurd. Keurig doelpunt. Neres. Neres van de bal geduwd. Nee, mag dan toch nog verder. En dan is het 5-0. Ja, duel waarin het erop leek dat Neres geduwd werd. Maar uiteindelijk kan Haller afdrukken. En dan wordt het 0-5. Het waren geen gratis doelpunten. Laatste aanval van de avond hier in Waalwijk. Waar Neres een assist op zijn naam mag bijschrijven. Blind dat ook mag doen voor rust. En nu Haller, Berami en de omhaal op de lat. Dat is dan nog een mooie afsluiting voor Labiat. Die van dichtbij omver gekegeld werd door Neres en dan afsluit met een omhaal op de lat. Dus al met al een ruime overwinning voor Ajax. Dat hier nog dicht bij 0-6 is.